Hallo, het is weer tijd voor een nieuwe hotelrenovator. Oftewel, we gaan een hotel... Milan, dit kan echt niet. Hey, backpam. Hallo, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe hotelrenovator. Vandaag gaan we het hotel weer renoveren en gaan we weer de kamer klaarmaken voor nieuwe klanten. Ik heb er onwijs veel zin in en ben heel erg benieuwd wat voor design ik vandaag moet maken. Kijk je mee? Ah ja. We're throwing a bachelorette party. Oh ja, daar waren we gebleven, bij een bachelorette party. Hello girl. Oeh, dat was een goede move. Dat doe ik je niet na. Hey, ik wil niet lullig zijn, maar je hand zit door je rok. Vet, wat als ik die stoel nu verkoop? Oh, sorry mevrouw. Verkocht. Ja, nou moet je staan. Dat is lullig. Even een nieuwe stoel. Zo, prima. Oh, ik moet nog een nieuwe stoel. Wat dan? Waarom moet ik ineens nog een? Oh, gaat ze hier zitten? Nee, ik doe het niet. Ik verkoop hem niet. Oké, wat moeten we doen? Bachelorette party in room 107. Dus we gaan naar kamer 107. Daar gaan we. Is er iemand bang voor de lift? De corridor moet ik trouwens ook nog slopen, zie ik nu. Wat als ik dat nu eerst even doe? Daar krijg ik ook punten voor, toch? Oh, een ei. Een ei. 3000. Yo. Ik heb een ei gevonden. Kan dit niet weg of zo? Of moet ik... Oh, dit moet ik vegen. Oh ja. Dan hebben we de hal ook een beetje netjes. Dat is op zich wel een idee. Zo... Zo. Kan ook wel een nee! Kak! Hoppakee, weer 4000. En ja, zo cashen we wel. Zo. Hoppakee, laten we eerst even deze doen. Hé? Hoppakee. Nou, alles slopen. Oh, dit wilde ik niet doen. Niet mijn tablet. Ik wilde alles kapot maken. Kapot maken. Of niet? Oh, kut. Dat is de deurmat trouwens. Ik sloop de deurmat van die kamers. En terwijl ik dat zeg, doe ik het gewoon nog een keer. Ja. Zo be het. Oh. Oh, dit is natuurlijk ook allemaal troep geworden. Ik moet nog een keer langs. Onhandig. Zo. Het is wel een beetje een lege ding nu, maar ja. Ik had eerst moeten slopen en dan moeten schoonmaken. Heel onhandig. Nou ja. Je moet de kamers die je verhuurt regelmatig schoonmaken. Ja, dat had ik al door inderdaad. Ja. Ik was daar een keer en toen moest ik hem ook schoonmaken. Kan ik daar niet iemand voor inhuren of zo? Ik heb belangrijkere dingen te doen. Namelijk kamers maken überhaupt. En renoveren. Nou, die ziet er al een stuk beter uit. Ziet er echt al een stuk beter uit, zo. Deze kunnen we verkopen. Die ook. Zijn er nog meer schilderijen of dingen aan de muur? Nee. Daar ook niet. Nee. Die lampen staan prima. Deze mag weg. Hoppa. Dan kunnen we de vloer nog slopen. Dat moet ook, volgens mij. Bang. Toch? Ja. Is dit het grootst? Het is gewoon een projectje hoor, dit. De laatste kamer die hier was, ligt ook nog een ei op het bed. Was ik op een kamer? Oh, de vorige keer bedoel je? Ligt daar een ei op het bed? Die vampier of zo? Nee. Deze kamer. Hier eentje op het bed? Of een andere. Die andere kamer. Deze. Oh, kijk nou. Nou. Hoe weet jij dat nou? $5000. Oh, finish reserve dingen stond er. Hold space. Renovated. Book the room. Ik dacht dat ik al geboekt had. Die andere dan?
Moet ik het ook wel opnieuw doen? Huh. 101. Nee. Nou ja, het zal. Hoppakee, even slopen. Oh, zo gaat het op zich wel. En zometeen als we een nieuwe vloer erin leggen, dan gaat het echt in één keer heel hard. Dus we can handle this. Je hebt wel een goed punt trouwens. Veeg de vloer om vervolgens te slopen. Dat is inderdaad niet heel handig wat ik heb gedaan. Ik heb de hele vloer gesloopt en dit moet ik nu alsnog weer opvegen. Maar ja. Dan merk je ook gewoon dat ik niet gewend ben om dingen schoon te maken. De logische volgorde is er dan niet. Of die heb ik dan niet gedaan. Dus dat is een beetje dom. Maar fijn dat je me daarop attendeert. Dat is echt, ja, dat is top. Ja, nu moet ik nu alsnog dit doen natuurlijk. Ja. Ja. Het is heel lekker slim van mij dit. Dat doet Elisabeth schoonmaken, ja. Mijn vriendin die maakt vaak inderdaad schoon. One of our rooms, and they're being far too loud. Oh. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. Oké. Okay. Iemand. 103. 103? Dat is hier. Hey. Hallo? Try again. Harder. Oké, okay, nog een keer. Hey! FBI, open up! Thanks. That's much better. Waar is het feestje dan? Hoe snel hebben ze dit opgeruimd? Wat de f... Er is één vrouw. In de war. Heel erg in de war. Oké, okay, nou ja, het zal wel. Ja, die zijn heel snel naar buiten gegaan. Het is zeg maar een soort van... hè, als je thuis stiekem een feestje hebt en dan... Hans Kazan weg, weg man. Moet ik verder nog iets doen? Mijn bezem staat op trillen namelijk. Om iets weg te vegen. Denk het niet. Oh wacht, het plafond zeker. Nee toch? Nee, het plafond heb ik gedaan met dit. Of niet? Oh wacht, ik moet even checken. Moet ik dit ook doen? Denk het niet. Oh, de muur. Ja, de muur. Oké. Okay. Ik zat even rechts te kijken naar die opdracht. Oké, okay, nu heb ik een stukje van het plafond eruit. Dat is minder. Niet zo'n klein stukje ook trouwens. En er liggen weer allemaal afval. Hoe komt dat dan nou weer? Komt dat van dit gesloop? Oh my god, moet ik nog een keer vegen. Oh, ik ben ook echt... Als ik Harry heette, dan zou je zeggen een handige Harry. Jongen. Dat is echt... Weer al die tyfuszooi hier op de grond. Als ik dan een keer nadacht, gewoon dat ik gewoon dacht van, hè? Milan, wat moet je nog meer doen? Dat je een derde persoon tegen jezelf praat. Dat kan wel eens helpen. Tenzij je een psychopaat bent, dan helpt het niet. Het kan zijn dat ik halverwege gewoon geen zin meer heb om dit te doen. En dus ineens weer verder gaan met room 107. Wat we die eigenlijk moeten doen. Want dit geslopen... heel leuk, maar toch niet leuk, zeg maar. Kaboom. Cool. Oh, nog een muur. Natuurlijk. Cool. Nadenken doen we niet aan. Nou, ik probeer het wel. Ik probeer na te denken. Maar het is gewoon lastig. Ik bedoel, hoe lang is het geleden dat ik naar school ben geweest om überhaupt na te denken? Of te leren? Dat merk ik ook gewoon. Als ik nu hele lange tekst heb... Dan vraag ik gewoon ChatGPT voor een samenvatting. Want ik heb echt gewoon nul zin om die hele tekst te lezen. Het is echt heel sad. Maar ik heb gewoon geen zin om hele lange teksten te lezen.
Tenzij het iets is wat me echt, echt interesseert. Maar als je bijvoorbeeld een foutmelding krijgt op een programma of zo wat ik dan gebruik, dat ik dan denk, ik moet weten hoe het komt, dan lees ik alles. Als ik gewoon even snel wat moet weten, bijvoorbeeld laatst googelde ik, als een kat poept, kan die dan ook pijn hebben? En hoe zie je dat dan? En dan heb je hele verhalen over mensen die katten hebben en die dat dan hebben meegemaakt. En ja, dan ga ik dat gewoon allemaal niet lezen. Antwoord heb ik ook niet gekregen trouwens, want op een gegeven moment duurde het zo lang voordat ik het echte antwoord had, dat ik dacht van ja, volgens mij weten we dat nog niet. De stukjes bij de ramen en liften moeten ook nog. Ramen en liften, dit is de lift. Ik weet niet wat je bedoelt, man. Begrijpend lezen, ja. Dat is lastig. Oh, dit stukje bedoel je. Oh ja, toch? En dan hier dit stukje ook. Eigenlijk. Ja, eigenlijk moet dat wel. Maar de game zegt van niet. Want ik zit op 100%. Er is alleen nog iets wat ik moet weghalen, maar... Is dat dan die lamp? Ja, dat is die lamp. Lol, ik moet die lampen gewoon weghalen. Oké, dit wordt echt een hele leuke lobby op deze manier. Oké, totaal niet spooky. Hallo meneer, hi, ik ben even bezig met de renovatie. Oh, wat ligt hier nou weer op de grond? Oh jee. Weer opnieuw. Verdomme. Hier ook nog meer troep. Oké, okay, wat wil je nu dat ik doe? Covering. Dus ik moet nu de vloer even bedekken met een carpet. Oeh, dit is een mooie. Dit zie ik wel vaak in een... hoe noem je dat? In een dinges. In een lobby. Blauw? Beneden is het mooi daar. Laten we blauw doen. Blauw vind ik wel iets wat je vaak ziet in een lobby, toch? Prima. Is dat alles? Duurt even. Is alles aan het leggen? Kunnen we alvast even over de wall nadenken? Ik denk dat we iets voor steen moeten gaan. Oeh, grijs is wel mooi. Oh, ik heb gewoon per ongeluk al meteen een goeie. Hier, dat... Oh, dat is dezelfde die ik had. Oh, dat is best wel nice, denk ik, als je dit zo doorzet. Of is het licht op licht? Dat is niet echt mooi eigenlijk, hè? Je moet hem een iets donkere tint. Hier, iets donkere tint. Maar niet blauwig. Bruin. Deze bruin. Dit is niet echt een iets... Ja, dit is een donkere tint, maar dit lijkt te veel op de vloer. Is zwart mooi? Nee. Dit is mooi. Bruin. Dit is wel mooi, denk ik. Kijk als hij het plaatst. Ja, dit is best. Ja, dit kan wel. Bruin is mooi, ja. Klikken we die even aan op alles. Hop, 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 hop. Oh no, electricity is out. Oh nee, de power is down. I saw the fuse box in the basement. Oh jee. Moeten we weer naar de basement toe? Oké. Nou, terwijl dit allemaal gaat. Maar ik wacht wel even totdat het klaar is. Stel je voor, je hebt weer zo'n rare bug dat ineens dit erop staat en dat je dan in de lift zit en dat dat dan ineens verdwenen is. Oké, basement. Ik moet naar de basement. Oh, dat heeft die vampier gedaan. Ja, die vampiervriend zit daar nog. Basement is hier. En dan hierheen. En dan hier naar beneden. Waar is de elektriciteit? Hier. Hold. Nice, we hebben stroom. It's back on. Good job. Hey, dit kun je verkopen. Wat? Nice.
Oké, okay, nice. We hebben weer power. Hadden we niet, op zich niet echt nodig, want we hadden boven niet echt lampen hangen. Maar ja, alles is schoon hier. Oké, okay, nice. We gaan naar room 107. Dat was de bedoeling. 106, 105, 108, 100, natuurlijk de laatste. 107. Oké, okay, wat een zooitje. Godverdorie. Wat wil je dat ik doe hier, joh? Zo. Hallo! Maar hoe kan je het ook zo achterlaten? Door renoveren is één ding, maar dit slaat nergens op. Ik heb trouwens nog geen licht in mijn lobby, zit ik me nu te bedenken. Is het handig om even te fixen? Hoe koop ik dingen? Hier. Wall lamps, ceiling lamps. Kijk. Wat hangen we hier op? Ja, dit. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Dit is prachtig. Ja. 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 Mooi. Ja. Hier hangen ineens al lampen, maar goed. Oh, prachtig. Oh, shit. Ik mis er nog wat. Ik mis nog hier één. Dan doen we een uniekere. En hier... Oh, hier hangt er al één. Nou, die hangen we er gewoon naast. Vet! Cool! Oké. Okay. Room 107. Dat was hier. Nee, dat was niet hier. God, gloeiende gloeilamp. Wat is dat dan? Wat is dat ding? Wat is dat ding? Wat is dat? Dat is buiten. Ik wil weten wat het is. Wat is dat? Zag je dat? Het is een horrorgang, ja dat klopt. Wat is dat? Hier. Oh, gezellig. Ik kan daar niet heen. Hé, hey, die kan ik verkopen. Ik kan daar niet heen. Hoe kom ik daar? En waarom mis ik hier een schilderij? Zie je dat? Ik mis hier een schilderij. Die moet ik nog ophangen. Staat daar rechts dat ik dat moet doen? Nou, dan doen we dat maar even. Nee, dit is een wall. Dit is niet wat hij vraagt van me. Wel, ja, dat vraagt hij wel van me. Ja, dit willen we. Prachtig. Vaag. Geen idee wat dat is dan. Dat ding. Dat gekke dingetje daar. Je bent te oud hiervoor volgens mij om dat te weten. Oh, no. Oh, je was met die... Oh, laat maar joh. Je was met iets heel anders bezig. Dit is 107. Ik loop weer de verkeerde kant op. Ik ben echt een... Ik heb mijn eigen hotel nog niet zo goed. Oh, dit is 108. Oké. Okay. Oké, we zijn er. Deur dicht, anders vergis ik me weer. Alles slopen. Ha, ja! Daar gaan we. We zijn begonnen. Oh, die kan ik verkopen. Misschien eerst even kijken of ik nog iets kan verkopen. Dat is misschien beter. Ja, die kan ik ook zo kopen waarschijnlijk. Nee, ga maar. Hier nog iets? Nee. Deze? Nee. Nee. Oh, dat is ook echt het enige wat ik kon verkopen volgens mij. Die lamp. Nee, is ook trash. Deze lamp. Ook trash. Allemaal trash. Oké. Okay. Nice. Goed om te weten. Daar gaan we. Soms gaat hij snel, soms gaat hij slow. Ik kwam er niet meer om. Oké. Dit stukje. Hey, als jij ooit iemand zoekt om je dingen te slopen. En je wilt het binnen een paar seconden gedaan hebben. Dan bel mij, man. Even kijken, joh. Je krijgt wel RSI met je arm. Dat klikt als een gek, maar hey. De bam, de bam, de bam. Oh, volgens mij kon ik die koffer verkopen. Not sure. Ik ga die lampen nog niet weghalen, anders wordt het wel heel donker hier. Ik vind dat een beetje vervelend, dat donkere. Oké, okay. Slopen we de hele vloer eruit. Eerst slopen, dan pas vegen, Milan. Eerst slopen, dan vegen. Eerst slopen, dan vegen. Goed nadenken. Heel goed. Een ei in de badkamer? Waar? Dit is een banaan. Er lag daar een banaan in de badkamer. Geen ei.
We hebben al nagedacht over een kleur. Niet echt, hè? Maar ik weet niet of dat het eerste is wat we moeten doen. Want ze willen een party. Oh, roze. Gaan we een roze kamer maken, ja? Wel leuk. Een beetje donker hier. Oh, heb ik het glas nou? Oh jee. We have a problem. Oh jee. Our elevator is jammed. What do we do? Onze lift zit vast. Wat moeten we doen? Ik kom eraan. Ik ben klaar met de vloer. Kom eraan. Roze lampen, ja, alles roze. Gewoon helemaal roze thema. Ja, dat is logisch. Zo. Dat is het meeste wel eigenlijk. Die doen we zo meteen wel. Oké, wat is er aan de hand met de elevator? Wat kan ik doen? Oh, hier moet ik heen. Oh. What do we do? Hire handyman, repair it myself. Nou, dat kan ik zelf wel. Hier, use crowbar. Hop. Klang. Hier. Thanks. Great job. It's working. Graag gedaan, man. Ik ben zo handig. Niet normaal. Ze noemen me ook wel Swift. The man for your lift. Dat is mijn nickname. De middelbare school noemden ze altijd zo. Sommige middelbare scholen hebben überhaupt liften. Zit jij op een school met een lift? Of heb je daar op een school gezeten met een lift? Dat is echt sick. Maar ook eentje die je mag gebruiken, zeg maar. Want je hebt ook. Ik had ook een school waar ik op zat. Waar je dan ook een lift had. Maar die mocht je dan niet gebruiken. Die was alleen voor leraren en docentenmeuk ding. En voor. Mensen met een beetje invalide meuk ding. Ja, of een blessure inderdaad, of zoiets, ja. Oh, je zit op de universiteit. Oh ja, jij hoort hier niet thuis. Waarom kijk jij dit als je op de universiteit zit? Dan ben je veel te slim. Ik bedoel, dan kun je geen enkele discussie met mij aangaan, want je wint alles. Ik heb niks afgemaakt. Wat de fuck is dit stukje? Oh, dat zit erachter nog. Oh. Dat is vaag. Dan moet je een liftpas aanvragen. Oh ja, zoiets ja. Maar die mocht je ook niet zomaar krijgen, toch? Die liftpas. Dan moest je eerst weer toestemming van je mentor of de directeur of zo. Of weet ik veel wat. Ik dacht vroeger altijd dat leraren of docenten überhaupt het altijd heel erg chill hadden. Dat ze dus al die luxes hadden. En ze mochten overal komen altijd. En weet je, dat soort meuk. En nu ik ouder word, denk ik steeds meer van... Oh, ik krijg best wel medelijden met ze. Want volgens mij is dat best wel zwaar om te les te geven op een middelbare school. Maar ja, wat weet ik ervan? Ik heb nog nooit echt een baan gehad. Ah, dat is niet helemaal waar. Ik heb wel verschillende baantjes gehad. Ik heb alleen nog nooit vakken gevuld. Dat doe ik nu wel thuis. Als we nu boodschappen hebben thuis, dan vul ik mijn koelkast. En dan ga ik spiegelen. Dat vind ik heel leuk. Dan pak ik alles uit. Dan ruim ik het op. Dat vind ik echt heel leuk. Op Zegbroek, je oude schooltje in Den Haag, is inderdaad alleen een lift voor de leraren. Of inderdaad als je een liftpas kreeg. Ja man, Zegbroek college, daar zat ik op. Klopt inderdaad. In Den Haag. Ik heb ook op Johan de Wit college gezeten en allemaal van die gekke namen. Zegbroek met een S ook. Rare naam. Zal iets betekenen of zo. We zijn wel een of andere leider van vroeger zijn of zo, weet ik veel. Kolonel, commandant, weet ik het. Daar kwam ik dus laatst ook achter dat heel veel straatnamen hebben dus een betekenis. Het zijn van die namen met mensen die iets hebben bereikt. Denk je, oké. Ja, cool. Het zal wel gast. Oké. Floors. Roze, zeiden we. We gaan eerst even een leuk tintje zoeken. Oeh, kinderkleed. Nou, dat vind ik helemaal niks. Laten we gewoon dit doen. Weet je zo? Hebben we hier roze? Ja, dit is wel redelijk roze. Maar we moeten niet roze. Als we dan... Of de muur roze of de vloer roze. Ik denk dat we gaan voor de vloer een rode roze tint. Dat is wel leuk.
Ja, laten we dat doen. Dit is wel een prima kleurtje. Zo. Dit is prima. Badkamer doen we wel iets anders. Even kijken. Badkamer doen we dan een lichtblauw tintje. Maar wel gewoon hetzelfde patroon. Dat is prima. Dat kunnen we handelen. En dan pakken we de muur. Hallo? Ik deed muur, toch? Oh, nee. Floor steek. Vals. Wat een patroon allemaal, joh. Hè? Vreselijk. Oeh, je wordt toch helemaal een lijf van. Dit. Prachtig. Dit is roze. Heel cool. En het reflecteert ook. Dit is het. Dit is het. Zo. Die lobby. De ingang hier doen we anders. En deze doen we ook lichtelijk anders. Doen we net even iets wat lichtere kleuren. Ja, je kan ook overdrijven. Ik denk dat we zoiets moeten doen. Oh, en de binnenkant kunnen we hier ook lichter maken. Dat is ook wel leuk. Oh ja, laat maar dan. Prima. Laten we het lekker zo houden. Oh, alleen hier nog. Want dat is heel gek. Want net zoals een house flipper herkent hij dus niet die binnenkanten van het raam als ding. Als punten, zeg maar. Dat is een beetje gek. Badkamer, wat doen we hier? Hier doen we een... Ik zou je zo inhuren. Hey, thanks, man. Hier doen we... Ja, dit is leuk. Stel, je komt een badkamer binnen en je ziet allemaal van die schattige poesjes. Dat is heel cute. Niet? Ik zou wegrennen. Oh, oké, laat maar dan. Dan doen we dat niet. Dan doen we dit. Dit is heel rustgevend. Kan dit in roze? Ja. Kijk nou. Dit is wel. Dit is fijner, hè? Dit is fijner. Ja, we moeten op een gegeven moment wel een keuze maken. Zo. Ja, dit kan ermee door. Oké, en hier die hal nog. Die hal die willen wij gewoon in één kleur. Namelijk. Ja. Oeh, dit lijkt heel... Dit is heel gek, dit. Zie je dat? Beetje een soort van weerspiegel. Oh, het is best nog wel een coole kamer geworden. Queen Pink. Queen Pink. Deze voel ik wel. Queen Pink. Queen Pink. Ja hoor. Kijk nou. Prachtig. Prachtig. Plafond moet ik ook nog doen eigenlijk, hè? Maar daar vragen ze niet om. Dus nou ja, dan sla ik het over. Best. Ze willen dat ik die kamer afmaak, maar... Is dat bookroom? Ja, oké. Okay. Nee, dan maak ik hem wel af. Oké, okay, dan gaan we beginnen. Bed. Wat voor soort bed willen ze hier hebben? Denk jij? Ik denk zo eentje. En dan precies in het midden. We have an issue. There's a cracked pipe in one of the rooms. You better head over there now. Oh jee. There's een cracked pipe. Room 101. Oh, dat is hier helemaal aan het eind. Deze niet. Fuck, wat is het nou weer 101? Hier. Hallo? I'm here. Hallo, mevrouw. Wat heb je gedaan? Heb je weer iets gepijpt? Wat is... Ik kom met de pijp vervangen. Ik kan dit niet. Nou. Turn the valve. Ach, dan moet ik helemaal weer naar de basement. Kom eraan. Ik kom eraan voor de pijp. Zo! Hallo! Hey! You are a very big, cool guy. You look like Hulk Hogan. Yeah, you're very cool. Man. Wat zoek je? Kan ik je helpen? Je hebt... Oh, improve. We kunnen zijn sixpack improven, zie je dat? 15% chance of het... Dat is de receptie. Oké. Okay. Basement, dat is hier. Turn the valve. Die zit hier zo. Oké, okay, even het water uitzetten. Joep, kom eraan. Zegt hij, let me call the handyman to fix the problem. Meanwhile, you can clean this room. It's a mess.
Hey, mes is mijn tweede naam, man. Fork is mijn eerste. Fork, mes. Aangenaam. 101 was het, hè? Ja. Oh, jij bent de handyman. Nou, don't mind if I do. Ik veeg even alles onder je voeten vandaan. Je hoort van alles, maar je ziet niks. Goed, meneer. Hé, hey, what the fuck? Ik zat hier nog in. Waarom doe je die deur achter me reed dicht? Gast. Zo. Is weer schoon. Alsjeblieft, meneer. Welke kamer? Deze... Oh ja, deze doe ik ook, hè? Ja. Oeh, hier ligt geld. Oh jee. Oh, kijk nou. Meneer. Mevrouw. Hé, hey, je hebt geld laten vallen. Ik bedoel... Mijn geld lag op de grond. Ik heb het even gepakt. Oh, ik ben nog niet eens klaar met die crackpipe. Ik moet nog meer schoonmaken. Kom eraan, wacht even. Pak even deze kamer mee. Yep. Yep. Cleaned. Cool. Waar is het dan nog vies? Staat dat er nog iets vies is? Zo'n grote kamer is dit niet. Wat dan nou? Zie je dat? 8 van de 9. Cracked pipe, clean the room. Oh, blijkbaar lag daar nog iets. Oké, cool. Sick. Deur kan je zelf wat dicht doen, hè? Mooi. 107. Daar zijn we weer. Oeh, prachtig. Hier waren we. Mooi, 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 mooi. Oké, kabinets. Kabinets, kabinets. Oeh, dit is heel trendy. Very trendy. Yeah. Een table. Yes, yes. Doe maar een very big table. Oeh, dit is classy, man. Ik hoef niet eens te veranderen. Ik vind het gewoon al prima. Qua hout. Prachtig, kijk nou. Ik hoef niet eens aan te passen, vind ik. Wat even een andere bank. Iets met hout. Dat het een beetje terugkomt, weet je wel. Dat is mooi. Alleen is het natuurlijk het verkeerde kleur hout. Zullen we die bank gewoon hier neerleggen? We doen dit wel. Dit is heel classy. Best. Koffietafel. Ja, hetzelfde kleur hout? Jazeker. Die doen we hier. Naast het... hier zo achter, bedoel ik. Doen we er twee, ja? Doe je allebei in eentje. Mooi. En een stoel. Nou, we hebben dit van de vorige kamer. Hebben we enorm succes gehad. Toen ik dit ding hier neerlegde. Dus doe ermee wat je wil. Gebruik hem hoe je wilt. De vorige kamer was het een enorm succes. We gaan ervan uit dat het op deze kamer ook een enorm succes wordt. En dan hebben we hier een kast. En shelves. Ja, dit is op zich al prima. Ik heb niet zo'n... precies in het midden. En dan hier nog. Precies in het midden. Best. Leuk die reflectie, man. Een beetje raar hoe dat eruit ziet, maar goed. En baddingen moeten we doen. Dus we gaan bad toevoegen. Oh, dit is een gek ding. Oh, die kan precies in een hoek. Dat is wel leuk. Het toilet. Die doen we dan wel even een logische plek. Is dat logisch naast het bad? Nee, hè? Hier zo in de hoek. Is het logischer. Zo'n hangtoilet. Ja, dat is top. Ja, ja, ja. En dan heel hoog. Dat je moet springen om te plassen. Ja, dat is top. Dat dat kan. Nou goed. En dan hieronder je was je handen. Ja, dat is top. Heel cool. Hier leggen we alles op natuurlijk. Dan doen we even een kleintje hier zo naast. Oh, er zit nog meer. Oh, die leggen we ernaast ook goed. Nou, dan hebben we hier walaccessoires. Dat kunnen we neerleggen allemaal. Een radiator. Oh, ja, handig, handig, handig. Zullen we die... zullen we hier tussen hangen? Dan kun je dat soort ladder kun je omhoog. Ja, dat is wel handig. Dubbele functie. En een handdoek. Hier, dan kun je je afdrogen. Toiletpapier. Hoeveel heb je nodig? Ik wil gewoon een paar toiletrollen neerleggen voor jullie. Je weet maar nooit wat ze willen. Ik weet het niet.
Ik weet niet wat ze van plan zijn nog. We kunnen een paar toiletrollen neerleggen. Nou, dat moet genoeg zijn. Moet genoeg zijn. Die, als die aan de scheiterij zijn, dan... settled for life, hè? Cool. Decoratie. Wat is decoratie? Deze. Lit candle. Oeh, dit is leuk. Dit is cute. Precies op het midden. Oh, nou. Niet precies alleen op het midden. Dan doen we ook in elke hoek. Doen we dan één. Kijk nou. Nee, het is alsof je een spelletje speelt. Beerpong met kaarsen. Oeh, deze doen we precies op de muur. Op de rand. Oh, precies hier op de rand. Dat is wel cool. Kijk nou. Oh, dat heb ik leuk bedacht. Nou, dat is het eerste serieuze wat ik denk van, nou, dat ziet er wel nice uit. Oh, dit klopt wel bij het minimalistische wat het is natuurlijk nu. Doe hier ook maar eentje. Dat is wel leuk hoor, dit. Die planten. Lampje erbij. Wat voor soort lampje gaan we doen? Oeh, dit is classy. Heel classy. Deze zetten we dan hierop. Een wall lamp. Die gaan we hier plaatsen, hierboven. Mooi. Mooi. En hierboven ook eentje. Heel mooi. Ik heb in het toilet alleen nog geen... ik heb hier geen lamp, of wel? Nee, deze. Nou, ah, prima. Hier nog eentje. Zo. En een ceiling lamp. Oh, daar hangt er al eentje. Hier nog niet. En in het toilet... sorry, boven het bed. Nee, dat hebben ze ook al eentje, hè? Waarom willen ze dat ik er dan nog in hang? Gek. Misschien boven het bad kunnen we dan iets doen. Nou, hier zo. Precies boven... Ja, dat ziet er vet uit. Cool effect. Oké, okay, spatie ingedrukt houden. Is voor de renovatie klaar. Ja, before and after. Nou, hey. Beautiful. Beautiful. Matje voor de deur. Oh, of niet per se. Kijk maar hoe mooi dit is. Kijk nou. Wat een verschil. Het is niet eens heel lelijk. Het is niet het beste, maar het is ook niet heel lelijk of zo. Toch? Het plafond. Ja, dat maakt niet uit. Dat hoef ik niet te doen. Dat is vaag. Add party balloons. Oké. Okay. Mag ik even in mijn menu? Party balloons. Party. Love balloon. Oeh. Cute. Oh, wat is dit? Oh, dit is leuk. Doe maar dit. Kan het hier? Dan moet ik het kwijt. Oh. What the fuck? Dat wou ik niet. Ik moet er wel een beetje echt een serieus feestje van maken. Oh, wat is dit, joh? Het is helemaal kut als je allemaal ballonnen op je ding hebt. Nou, dit is leuk. Dit is heel leuk. Ja, en dan hier zo voor het raam doen we dit. Leuk! Oh. 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 Oh, die is gevallen. Oh. Ik weet het ook niet. Mini fridge. Waar vinden we die, denk je? Special? Waar vinden we een mini fridge, denk je? Nee, hier niet. Waar zit dat onder, denk je? Mini fridge. Bij party? Ja, is dat nog steeds bij party, denk je? Party. Zo, dat is dit, joh. Oh, kijk nou. Oh, die hadden we vorige keer hadden we die ook per ongeluk gezien. Nee, niet eens per ongeluk. Oh, champagne! Meneer, hier, champagne. Hier, zuipen, gek. Zuipen, joh. Zuipen jij. Hier, mijn glas. Hier. Vet man. Oh, gift is ook wel leuk. Hier op bed. We have a problem. Our elevator is jammed. What do we do? Maar even serieus, wat is de mini fridge? Hier niet. Niet bij party. Elevator is weer kapot. Nou, kom op even. We hebben geen tijd voor nu. Handyman. Doe maar. Even geen. Zo, fixed. Great job. It's working. Goed, mooi.
Ik weet niet. Was dit minifits bij, denk je? Specials? Oh, dat is wel een goeie. Dat zou wel kunnen. Een tent. Midden in je... Nou, goed. Oké. Okay. Rare items allemaal. Heel cool dit allemaal. Oh, hier. Cool. Minifridge. Nice. We hebben hem. Hier, bij het bed. Cool. En neon decorations. Decorations. Wall decorations? Nee. Decorations. Ze heeft de laser daaronder. Statues, baskets. Vazen. Cookie jars. Ik heb zoveel meuk hier in het ding. Zo! Hallo Gio! Zo, die heeft ook zo'n groot ding in zijn huis. Ik zie geen neon decorations. Is dat ook bij specials of technology? Dat kan ook. Technologie. Waar staat die? Hier. Flat screens. Speakers. Nee, geen neon decoration. Special. Zit hij dan gewoon hierbij? Nee, anders had het hier wel gezien. Hier staat hij ook niet bij. Nee. Lastig. Alice Furniture? Nee, wat is dit nou weer voor geks? Oh, dat is voor 3 sterren ook alleen maar. Misschien bij lampen? Ja, dat zou wel kunnen. Bij lampen gewoon. Lamps. En dan neon. Waarom staat er niet gewoon bij waar het is? Weet je hoeveel dingen zij hebben? Ook niet. Wat zijn dit? Dat zijn gewoon stickers op de muur. Och, wat lelijk. Nou, dat gebruiken we nog wel een keer. Waarom zou je een koe willen? Oké. Okay. Een vis. What the fuck? Gast. Wat gebeurt hier? Wat zie ik allemaal? Wat is dat? What the fuck? Nou, dat weet ik allemaal niet. Waldecoratie? Ja, maar er is er niet waldecoratie. Oh, hier waldecoratie. Je hebt gelijk. Sorry. Dat is er wel. Mijn fout. Ah, kijk nou. Hè. Ja, leuk dit. Oh, meid. Hier, focus. Voor meer focus drink. Bam. Oh. Thanks for making our room really special. I had an amazing time here. And I figure I found the perfect place for our wedding party. I'm so excited. Very cool, girl. Dit mag je ook hier hebben. Is vet cool. Alsjeblieft, girl. Unlock upgrade hammer. Unlock upgrade vacuum cleaner. Doe ik dat hier? Ik ben hier nooit geweest. Oh, wat is dit, joh? Hamer. Kopen. Vacuum cleaner. Kopen. Onze eerste echte upgrades. Wat gebeurt hier? Dit is allemaal wat we hebben gedaan of zo. Wat het verdient. Cleaning list 10. Negative influence noise. Negative influence noise. Noise. Buiten of zo. Ja, zoek het uit. Niks mee te maken. Oh, we hebben dus nu een vacuum cleaner. Wow! Oh, look at that! We received an order to organize a wedding party. Great opportunity to get the restaurant up and running. Okay. We'll also need 3 rooms for the guests. Zo! Ja, jeet! Zo, hé! Hey, Elisabeth. Ik weet niet of je kijkt. Maar kijk eens even, schat. Hey.
Kijk wat ik kan. Woep. Joehoe. Kan jij niet, hè? Hier, maar kijken. Woep. Joehoe. Hele kamer klaar. Ja, dat ding wil ik thuis ook, joh. Jullie op. Meneer aan de kant. Joep. Woehoe. Joehoe. Hé, in één keer. Wee. Nou, dit is toch top. Oh, hier gaan we niet heen. Deze is het ook. Hoppa. Hallo, meneer. Oei, kom even langs. Open op, slang. Wilde slang, wilde slang. Snap je hem? Heel cool. Sick. En we hebben een hamer. Oh jee. Dan kunnen we echt... Zo! Wow! Hele plafond naar de tyfus. Mijn god. What? Oké, dat is een goede upgrade dit. Oh, we hebben nu cleaning te doen. Nou, dat is geen probleem, let op. Shoohoo! Yahoo! Oh, sick hoor. Ja, dit is veel beter, joh. Hoppakee. Heel realistisch. Wel een beetje een kutgeluid, maar... Het doet wat het moet doen. Oh, niet. Hoppakee. Hoppakee. Nou, hier ligt nog een beetje troep. Ik kan er ook zo gewoon overheen. Werkt ook. Cool. Wat moet ik nou doen? Multiple locations. The wedding. Prepare in book room 102. Prepare in book room 104. Prepare in book room 106. Prepare een restaurant voor de wedding party. Jeetje. Oké, 102. 102. Dat is hier. This is the room for the young couple. Okay. Let's make it romantic and cozy. Some candles and a heart symbol will be a nice touch. Okay. Het is een jong koppel. Dus we moeten het erg romantisch maken. Ze willen hier vol van bil gaan waarschijnlijk. Want ze zijn jong, gedreven. Kennen nog niet de problemen van een huwelijk. Oh. Of een hele lange relatie. Of een relatie waar je nooit meer uitkomt. Nee. Dit is één en al lol en plezier. Dus dit gaan we even helemaal opknappen. En we hebben een nieuwe tool, een hamer. Moet je kijken, joh. Let op. It's a glitch. Zo. Hier. Hoppa. Zo, dat is even chill. Veel fijner dit. Hoppakee. Nou, mij bellen. Hoppakee. Later krijg je ook nog dynamiet. Ja, als je upgrade, ja. Ik zag het. Hoppakee. Hele badkamer naar de geffen. Oh. Kan je dit ook... Oh, je kan het ook gewoon op dingen doen. Kijk nou, joh. Hier. Hoppa. Oh, dit is top, joh. Hup, lampje weg. Het is wel heel donker ineens. Oh. Misschien had ik dat als laatste moeten doen. Wat een tering sowieso. Maar dit is top. Oh, dat gaat veel sneller zo. Hoppakee. Oké, hebben we ideeën voor wat we moeten doen met die kamer? Want het is een jong koppel die vol in de bloei van hun leven zit. En het ontzettend leuk hebben met z'n tweeën. Dus het belangrijkste is denk ik tweepersoonsbed. Lijkt mij, hè? En hartjes en kaarsjes en... leuke, schattige dingen. Waarom is hier licht als hier geen licht is? Dit is heel gek. We gaan eerst even licht ophangen. Lamps. Nee, ceiling lamps. Waar staat dat ook alweer? Ceiling lamps, kijk. Gewoon simpel. Dit is niet simpel. Dit is simpel. Dit is simpel. En hier doen we wat koelers. Dit doen we over het bed. En dan hier simpel. Nog eentje erbij misschien. Nou, dat is wel heel veel licht. Dat is prima. Ja, dat is best, joh.
Alles rood. Een stripkamer. Een SM-kamer. Wat denken jullie allemaal aan, joh? Een camera neerzetten. Hoe is een hoog mogelijke kwaliteit producten gebruiken? Is later voor verder in de game. Volgens mij doe ik dat al inderdaad het meest. Maar dat is een goede tip. Dat is, ga ik gebruik van maken. Ik moet nog iets slopen trouwens van de muur, zie ik. Want ik ben 98%, maar ik weet niet waar dat dan is. Dat dit stukje? Ja, dat is dat stukje. Maar dat neemt u dus wel mee. Interessant. Of het was dat stukje, dit hierboven. Want waarom is dat wit? Cleaning. Oké, daar gaan we weer. Maar hij gaat ook echt vooruit en achteruit, zonder dat ik dat doe. Wat leuk. Zo kan het ook. Kijk nou, joh. Wat leuk. Nou. Geweldig. Oh, er ligt nog wel troep. Er ligt hier een banaan. En een boek. Oh, en ligt hier een deurmat. Die heb ik ook niet nodig. Mooi. Nu moeten we de vloer weer doen, hè? En de muur. De vloer moet er nog uit. Ja, ik zie het. Oh. Oh jee, weer een feestje. 107. Hallo, ik ben aan het werk hier. Lawaai. Klop, 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 klop. Hallo? Wie? Wie? Waar? Oh, ze doen het zo snel. Zijn ze weer verdwenen? Doen ze dat toch? Thanks. That's much better. Graag gedaan. Looks like someone is having a party. Alweer? In our rooms, and they're being far too loud. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. Alweer? Nee. Niet alweer. Three guys booked this space. I'm sure they like to party. We could use those neon signs for the walls. Ik was hier nog bezig. Rustig. Voor de wedding. De wedding. Oké. Cool. Dit is een goed begin. Ik denk wel dat we dit de volgende keer gaan afmaken. Wat denk jij? Ha. Nou, leuk wat je dacht. Maar we gaan het gewoon de volgende keer afmaken. Mooi.